Yo, kijkers van Online Games en welkom bij een gloednieuwe aflevering Rollercoaster Tycoon 3. Jongens, het is vandaag woensdag Koningsdag, maar dat maakt ons vandaag helemaal niet uit. Er komt gewoon een video online. Welkom allemaal. Ik zat eerst te kijken als het wel zal lukken met de video, maar ja, de video komt misschien wat later, maar dat kan. En dan staat iets artikelen van de shirts. In zijn te goedkoop. 2 euro kosten. Maak we er 2,50 van. Die is ook 2,50. Maak we. Ja, waar gaan wij verder aan beginnen? Hoe? Hier is weer erg druk. Nou, oké. Okay. Ja, natuurlijk hier zo. Dit kleintje kan nog wel wat meer. Dus wat gaan we doen? Waarom doe ik dat nou? Kijk, het is gewoon veel te groot. En dan hier. Zo. Ah. Goeiedag, zeg. Ja. Kunnen we hier nog wat bomen neerplaatsen? Nee. Geld gratis. Best. Oké. Okay. Zo, daar staat dit ding door. Zo. Geen 3D bioscoop. Kom aan. Spiegelloof. Hier in de plaats zal niet mooi zijn. Nee.
Hoe lang zijn we eigenlijk al bezig? 5 minuten. Oké. Koes, hebben die al ergens staan? Nee. Koes, één. Zo. Kijk eens aan. 1 euro wordt gewoon op 0. Dit zetten we vast. Groen. Zo. Kijk me aan. Een mooie reuzenrad die meteen het tegenover staat. Hè? Ja. Wat kunnen we hier zo nog bouwen? We kunnen een kleine attractie bouwen, maar we kunnen ook bomen neerplaatsen. Nou, maar ik denk van gewoon hier zo bomen neerplaatsen. Kijk, dit plakje is dat ook. Dan moet hier zo dat gewoon ook. Dat vind ik. Dus dan gaan we dat even doen. Oh, 8 minuten is pas bezig. Zo snel, joh. Zo langzaam. Dat is langzaam. Kijk. Oké. Nu nog wat banken. Ja, kijk, aan deze kant ga ik dat niet doen. Dus.
Moeten we terug naar de prullenbakken? Nou, je hoeft er geen. Dat vind ik eigenlijk onnodig. Goed, kijk. Er zijn hier nog buiten wat attracties. En daar ga je langzamerhand de binnenhal in. Dan gaan we hier zo dadelijk ook nog wat attracties er langs. En daarna kunnen we misschien hier zo in achtbaan gaan bouwen of zo. Wel natuurlijk binnen, hè. Dat zou. En dan ook heel lang. Het te duren. Dus dit is nu toe het park. Behoorlijk veel al. Hoeveel zal dit nu waard zijn? Voor hoeveel geld zou jij in dit park gaan? Gewoon dat hier nu toe alles is open, dus. Ik zal dit. Stuk. Dus vanaf hier tot en met daar zou ik 5 euro geven. Of hoeveel geld? 7 euro. Dat mag nu wel wat hoger. 7 euro is een beetje te weinig. Tientje. Nee. 12 euro. Dat is het nu waard. 12 euro is het nu gewoon waard. Oké. Dan gaan we even kijken. Oké. Ja. Dan moeten we natuurlijk ook nog. Er zijn veel rotzooi op het pad. Ja. Er kunnen wel nog wat poetsers bij. Dus 8. Dan loop jij maar hier 9. En dan nog eentje jij loopt. Dan zet jou hier. 10 van deze. Makelaar 6. Dan is dit 7. Bewakers hoeven niet. 7 makelaars en 10 poetsers. Ik denk wel voldoende. Ja. Dan heb ik eigenlijk niet echt meer te klagen. De ding doet het prima. Op deze prachtige mooie Koningsdag. Maar moet je kijken hoe mooi dat park is. Je loopt hier, je komt gewoon hier naar binnen. En dan zie je al meteen een prachtige fonteintje. En als je mee boog, zie je meteen het groot monorail. Oh, je kunt naar links en je kunt naar rechts. Rechts, oh, daar zit ook nog een zwembad bij. Moet je daarvoor extra betalen? 1 euro. Cent. Oké, 10 cent. Tien cent is wel genoeg.
Hier is gewoon. Kom aan, deze boot. Het is echt de hele tijd een boot. Nou, er zitten 189 mensen in. Ik denk dat ik het hier dan mee ga laten, jongens. Het is een mooi prachtig park. We hebben dus dit stukje bijgemaakt. We hebben wat bomen gewoon hier neerplaatsen. Ja, dit stukje kan ik nog wel even doen snel. Dus is dit te groot? Oké. Dat doen we dus niet. Zo. Zit dat nu gewoon dan langs neerzetten. Die daar langs. Die daar. Is het ook nog mooi ook nog. Oké, dat doen we. Ja. Ik denk dat ik het hierbij ga opbouwen, jongens. Bedankt, vergeet natuurlijk geen like te doen, bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. Ja, morgen gaan we natuurlijk weer verder, hè. Jongens, bedankt en mazzel!